Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er trekken nog buien over Nederland, vooral over het westen, maar ten noorden van ons land liggen meer opklaringen klaar en die buien zullen zich steeds meer richten op de westelijke helft van het land. In de middag wordt het op de meeste plaatsen zelfs droog met alleen in Zeeland nog een enkele bui. Verder hebben we zonnige periode en een oplopende temperatuur. In de middag wordt het 6 graden ongeveer. De wind is matig boven land en krachtig nog langs de kust, windkracht 6. In de middag en avond gaat de wind langzaam afnemen en dan begint het ook meer en meer op te klaren. Temperaturen dalen snel. In de avond blijft het nog wel boven nul, maar in de nacht gaat het 1 of 2 graden vriezen. En dan gaat morgen de temperatuur maar langzaam omhoog. Vooral in Limburg dan wordt het maar 2 graden, in het noordwesten wordt het een graad of 6. Eerst hebben we zonnige periode in de middag neemt de bewolking van het noordwesten uit toe en volgt ook wat lichte regen. In de avond bereikt de neerslag het zuidoosten van het land en in de nacht naar vrijdag kan er in de Limburgse heuvels wat natte sneeuw vallen. Misschien blijft er ook wat sneeuw liggen. De temperaturen lopen vrijdag verder weer op naar 5 tot 8 graden, maar liefst meer wind ook. De regen trekt langzaam weg, maar bewolking blijft wel de overhand houden. Het weekend het is wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.